Welkom terug bij Zout op Zaterdag. We zijn voor de agendatip van deze week weer eens in Duitsland. Maar wel om met een Nederlandse acteur te spreken, die u waarschijnlijk ook kent. En wel met een acteur te spreken, maar dan over een dansvoorstelling. Ik zit hier vandaag met Pierre Bokma. Bedankt dat u de tijd voor ons neemt vandaag. Heel graag gedaan. Voodoo Waltz is eigenlijk een combinatie van acteren, dansend acteren en muziek. En daar komt eigenlijk ook nog bij het decor, dus eigenlijk ook heeft een hele speciale plek. En ook het licht heeft een hele speciale plek. Dus het is een conglomeratie van disciplines die bij elkaar komen. Gechoreografeerd en geregisseerd samen met de dramaturgie van Imre en Marne Opstal. Zij zijn voormalig dansers en choreografen. En het verhaal dat is van Janja Rakuc. En zij heeft een stuk geschreven over de Rosse Buurt in Amsterdam. En zij heeft daar in een christelijke organisatie gewerkt. Om buiten de boot gevallen sekswerkers en mensen die daar verzeild raken en niet meer loskomen, die vangen zij op. Het is behoorlijk scabreus, dus je moet niet uit Staphorst komen en denken, het is iemand die in een religieuze instelling voor de arme medemens heeft gezorgd. Ze neemt geen blad voor de mond. Als het over de Rosse Buurt gaat en naar sekswerkers. Him still I swim in a G universe and I move him tongue, the tip of him tongue and I write the alphabet. It's like a tongue without a clock, a tongue without a taximeter. Tragisch en tegelijkertijd heb ik begrepen er een grote mate van ontroering. Maar ontroering is een vorm van medelijden met een ander en tegelijkertijd voor jezelf het besef dat je dankbaar mag zijn dat je dat mag meemaken. Dus het is niet een afstandelijke medelijden, het is een betrokken, wel een diepe betrokkenheid. Du lächelst und leidest. Du stirbst langsam, seit 2000 Jahren, du stirbst und bittest um Gnade und das Recht auf Sterbehilfe, du Brutalität der Realität, du mythologischer Remix, du Ereignis, reinkarniert in einer Geschichte deiner heilige Schrift, wie spreche ich zu dir? Zeer sceptisch. Ik ben het op een bepaalde leeftijd waarbij je niet meer kunt vragen om allerlei verschillende moeilijke balletfiguren uit te voeren. Ik ben 68, hè. Doe rustig aan. Ik bedoel, de spanning tussen jonge, bewegelijke dansers, prachtige dansers en een wat oudere figuur, die is er sowieso. Als je dat dan ook nog in het fysiek doet en dan ook nog in het scabreuze trekt, dan ontstaat er natuurlijk vanzelf ook wel vraagtekens bij mij. Dus die hebben lang bestaan, moet ik zeggen. Maar ik ben trots dat ik ze overwonnen heb. Af en toe ook wel eens pijnlijk. Je herinnert je wat jij vroeger allemaal kon en nu niet meer. Dus in die zin is het... lost de trein ook wel wagonnetjes achter je, die achterblijven. Maar het fantastische en wat ik heel erg geweldig vond, was die twee disciplines zo in elkaar verweven te zien. Ik denk 13, 14 jaar, zoiets.
8 jaar in München en nu 5 jaar, geloof ik. Ja, 5 jaar in Bochum. Ik had eigenlijk niet zo heel veel meer op met Nederland. Ik had niet zo heel veel meer op met de gezelschappen daar. Ik vond ze erg tendentieus. Ik vond het allemaal een beetje... Ik vond het fundament was weg. Dat had ook te maken met, denk ik, gewoon wel met de Nederlandse mentaliteit die op dat vak altijd erg vluchtig is. En als het uitkomt, dan doen we het. Maar zodra het te veel geld kost en het onderwerp ons niet echt meer interesseert of niet lijkt te interesseren, dan vervliegt ook alles. Dat is doodzonde. Hier niet is er toch wel een niet onkritische basis. Mensen vinden het prettig om hier naartoe te gaan. Als ze niks vinden, is dat ook heel kenbaar. Het is heel pijnlijk ook. Meer dan Nederland? Ja, veel meer Nederland. In Nederland, als je boer roept, is iedereen al gaan staan. Dan gaan ze klappen en dat maakt niet uit. Dus dat is mijn grote bezwaar ook, dat het eigenlijk niemand interesseert. En hier moet je net zo lang werken tot je tijdens het stuk op de bühne zelf als collega aan je agenda kunt denken en publiek moet werken. Want dat is het doel, vind ik. Niet dat ik heel hard sta te werken om iemand te overtuigen, nee. Men moet zo geïnteresseerd zijn dat men uit zichzelf erachter wil komen waar dit over gaat. Dat was onze agendatip voor deze week. Voodoo Walls, te zien hier in het Schauspielhaus in Bochum tot en met 30 maart. En nog een tip, het is ook iets dichterbij te zien, namelijk in Heerlen in het kader van Schrittmacher Festival op 20 februari. Bedankt voor uw aandacht voor Zout op Zaterdag en heel graag tot volgende week.